Wil je dat niet op de grond gooien? Wat niet op de grond gooien? Je gooit een elastiekje op de grond. Vandaag ga ik op buitenrit samen met Blondie en Ivy doet even aan mijn hand werken. Of in de molen of los. Moet nog even kijken. Ik weet niet waarheen. Ik denk dat ik... ik weet niet. Ik ga een rondje rokken op een strand. Dan heb ik al heel lang onderweg. Nee, dat is niet handig. Dat ga ik wel doen naar de regio. Ik heb lekker school. Dan heb ik 7 toetsen waar ik voor moet leren. Ik heb al geleerd voor aardrijkskunde, wiskunde en eco. En voor de rest heb ik nog voor geschiedenis, bio, Duits, Frans. Moet ik nog even voor leren. Oh, ik heb ook weer een nieuw rooster. Dus ik zit nu in plaats van maandag en woensdag tot 5. Dus 10 voor 4 zit ik dan maandag en donderdag. Dus dat is wel leuk. Dan is het beetje op beeld. Kijk, weer een mooi dekje op. Vallen we goed op. En er zijn wedstrijden. Dus het is lekker druk. Oké, ik heb net al zoiets leuks meegemaakt. Ik zag 4 vrouwen lopen in een soort groen hesje. En ze waren een soort wandelgroepje. Het was echt schattig. Nou, ik was eerst wel aanspreken van, oh wat leuk. Nou, ja, toen kwam ik ze weer tegen. En er is dus zo'n paardenstoplicht in Den Haag. Nou ja, ik ga er gewoon bij staan. Doe alsof het normaal is. En die vrouw ging echt aan. Er staat een paardenstoplicht. Weet ik wat allemaal. Ja, dus daar ging ze helemaal over lachen. Ja, nou, Margriet, kom jij dan op mijn rug? En dan gingen ze met z'n allen een soort lasso liedje zingen. Het was echt geniaal. Oh, ze hebben echt mijn dag gemaakt. De vrouwen waren denk ik 50, 60 plus. Dus dat maakt het nog grappiger. Nou ja, we hebben 1 Dunkin' Donut. Ik heb dus op TikTok voorbij zien komen. Oh, we moeten maar met de crew blijven zo. Ik heb op TikTok voorbij zien komen dat ze een paard altijd donuts gingen geven. Dus ik heb hier 1 donut met helemaal niks erin en erop. Het is wel geglazuurd. En ik dacht, misschien vindt Blondie dat wel lekker. Dus ik ga even van camera draaien, want dan heb je en jullie beter beeld en kan ik beter filmen. Dus we gaan Blondie een donut geven. Wat is dat, hè? Wow. Nou ja, zeg. Blondie lust ook Dunkin' Donuts. Als je het ziet. Tessa, waarom ben je in de stapmolen? Ja, dat vraag ik me ook af. Voor een hostel. Of iemand vond het leuk om een hostel af te gooien. Want ja, waarom niet? Wat ben jij voor een raar paard? Ja, moeders die smeken nu inmiddels om mijn telefoon voor het filmen. Want, wil je dat niet op de grond gooien? Wat niet op de grond gooien? Je gooit een elastiekje op de grond. Dus nu smeek ik steeds op mijn telefoon. Was ook met karten zo. Dan laat ik mijn telefoon daar en dan zie ik vervolgens als ik aan het karten ben, zie ik daar... Oh, hé, dat is mijn telefoon! Hoe kan die daar nou zijn? Oh, daar is mama ook! Dat is wel grappig. Heb je al verteld wat je gaat doen? Oh, ik ga vandaag een springles doen met Blondie. Want we gaan tussendoor, nou ja, ik heb wel aankomende zondag de regio, maar tussendoor ook wat fun met springen. Wat ben je nou aan het doen? Ja, lenzen! Tadaa! Ja, is dit ook heel ver staan. Dus ik had wel wat netter kunnen rijden, voor mijn gevoel. Maar het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Het ging veel beter dan 2 weken geleden. Want ik moet dan natuurlijk weer in het springritme komen en dat soort dingen.
maar het is me gelukt. Yes, hoe is het? Ja, goed. Ik merk dat sinds ze ingespoten is, dat ze een stuk flexibeler ook in haar hals is. En ja, ze heeft nu ook links, dat we gisteren samen met Daan ontdekt, dat ze een soort, omdat ze zo makkelijk kan buigen naar links, als ze een soort knikje heeft. Ah. Dus dat is ook wel grappig, want voorheen deed ze dat nooit. En rechts begint ze ook steeds makkelijker te buigen, nog steeds wel lastiger dan links. Ja. Maar het gaat wel al gelijk een heel stuk beter. Wat goed. En draaien gaat dus ook beter? Ja, heel erg. En zijn er nog wedstrijden in het verschiet? Zondag. Kijk, in het? L1. Regio? Ja. Spannend. Nou, gaan we eens eventjes kijken of we jou even de regio klaar kunnen maken. Hè? Want dat zou het mooiste zijn. Oh, nou, dat wordt ook echt beter, hè? Dat is fijn. Ja, Blondie. Goed zo. Ah, ik ben blij dat nu alle kwartjes langzaam samenvallen. En dan zie je dus inderdaad hoe belangrijk en je training en het mobiliseren door mij en dan nog het ontstekingsstukje echt oplossen. Ja, niet schoppen. Niet schoppen, nou hoor. Dat vind ik niet aardig. En dat je dan, dat het echt even tijd kost om dat allemaal bij elkaar te brengen. Ja. Maar als het dan, want wat ik nu wel ook zie, is dat ze wel ook hier gaat ontwikkelen. En je ziet nog een beetje zo die, ja, wat gaten en wat meer vulling. Maar ze gaat heel duidelijk hier vullen. Dus als je nog een paar maanden verder bent, zul je echt zien dat je veel meer kap hebt ook in die hals. Ja. En dat komt omdat die functioneert in die werfkolom. Nou, dan kan het groeien. Ja, en dat is echt, echt mooi werk. Hallo! Hoe is het met deze dame? Ja, niet heel goed. Nee? Wat gebeurt er? Heel druk en kan haar energie niet zo goed kwijt. Rent nu steeds door de stadmolen heen en is ineens wild geworden. Ze voelt zich dus waarschijnlijk ergens wel heel goed, alleen kan ze het niet kanaliseren. Ja. Hoe vaak train je met haar? 2 dagen wel en dan 1 dag niet. En wat is die 2 dagen? Is altijd rijden of is het ook longeren? Nee, rijden nog niet, omdat ze weer in de rug is ingespoten. En wanneer is ze in de rug ingespoten? 2 weken geleden. Oh, oké. Okay. Heb je doorgestuurd? Ja, sorry, ja. Ik weet het. Ik weet het. Dus bij de SI verplichten? Ja. Alsnog ja. Keer. Ja. Nog bijbehandeld. Oké, 2 weken, dus dan gaan we nu toch wel weer rijden. Wat er wel voor gaat zorgen, denk ik dat ze ook weer wat meer uitdaging heeft en dus ook weer wat rustiger wordt. Ja. Tijdens het longeren aan de bijzetteugels, lukt het dan wel om er te focussen? Dat lukt wel. En het werk aan de hand? Dat heb ik niet zo heel veel gedaan. Dat heb je niet zoveel gedaan. Dat is denk ik wel even interessant om met een aankomend lesje, ja, kijk even Daan ondertussen aan, misschien even mee te gaan nemen. Ook omdat hij dus nog een keertje daar behandeld is. Dan is het fijn als dat eventjes gecheckt wordt links en rechts hoeveel asymmetrie erin zit. Ja. Ik ga hem nu losmaken. Gaan we 2 dagen nog even longeren en een beetje werk aan de hand doen. En dan gaan we toch eventjes er weer op. Ja. Maar de eerste keer wil ik dat je eerst weer gewoon even lekker aan de bijzet longeert. Voordat je erop gaat zitten. Ja, is goed. Zodat zij warm is, over de rug is. En dan kijken wat hij gaat doen. Vind je het saai? Hè? Dan moeten we het weer leuker maken, het werk. Want ze is achter wel echt heel veel beter. Voor jou geldt echt, als je erop zit, niet denken, oh, ik mag nergens aankomen. Echt paardrijden. Ja. Kort, maar echt paardrijden. Ja, is goed. Ja? Komt goed. Hé, hey, vind je het ook? Zie je die tas? Er zit een schaap in, hè? Ik heb hem ook graag. De paarden staan inmiddels in de molen, zijn allebei gemanipuleerd. Ivy en Blondie zijn allebei heel erg verbeterd. Blondie is nu eigenlijk klaar. Nou ja, natuurlijk moet ze nog steeds een soort APK-keuring, dat heb je bij de auto. Dat je dan eens in de zoveel tijd toch nog moet laten. Dan moet je 3 keer in het jaar, 4 keer in het jaar nalaten kijken. En wordt alles gecheckt en weer losgemaakt. Nou, dat is met een auto natuurlijk niet zo, want met de auto moet alles vast blijven. Maar met een paard wordt dan weer alles losgemaakt. En, oh, wild. Ik mag ook weer gaan rijden op Ivy, want Ivy begint druk te worden. En is toe aan verandering. Dus daar gaan we ook weer mee aan de slag. Dus ik mag ze allebei weer gaan rijden.